In Heino staat nog een winkeltje waar je er niet veel meer van vindt. Je kan er nog ritsen kopen, garens, knopen, prachtige stoffen. En het is echt een lust voor het oog. Dit winkeltje wordt al gerund door Hermine 12,5 jaar. En dat vierde ze afgelopen week. Hermine, van harte gefeliciteerd met je zelfmaakmodewinkel al 12,5 jaar. Vertel me eens iets over hoe het allemaal ontstaan is, dit winkeltje. Dit winkeltje is ontstaan nadat. Stegink weggegaan is. Daarna is dit gekomen. En heeft eerst vijf jaar roesje gehad. En toen heeft Jannie het uh, overgenomen. Die heeft het bijna tien jaar gehad. Ik heb het weer van haar overgenomen. En ik heb het nu twaalf en een half jaar. Jij werkte al bij Stegink? Ja, ik werkte al bij Stegink. Daar heb ik vijf jaar gewerkt. Ja. Hoe kwam je in zo'n winkeltje terecht? Waarom? Um... Ik had ander werk en mijn moeder die zag de advertentie. En die zei van, Hermien, dat is wat voor jou. Want, Want, jij was? Want ik was altijd met de naaimachine bezig. Ik was altijd aan het knutselen. Dat vond ik gewoon heel leuk. Je ben, bent daar begonnen? Ik ben begonnen daar, ja. ja. Dat winkeltje, zag dat er zo ongeveer net zo uit als hier? Dezelfde spullen? Ja, ja. Daar zat nog veel meer, uh, veel meer wol in en uh, wat handwerkgaren en pakketten en dat soort dingen, dus dat was uh, ja. ja, dat zat er veel meer in. Maar voor de rest ook dat knussen. Ja. Al zeg ik het zelf. Ja, ja. <laughs> Koop jij ook al twaalf en half jaar bij Hermin? Twaalf en half jaar? Uh, ja volgens mij wel, want ik woon veertien en half jaar hier, dus dan moet kunnen zoiets. Ja, kom alleen maar bij Hermin. <laughs> en waarom is het zelf maken zo leuk? Je hebt je eigen keuze van stofjes eigenlijk. En dan heb je iets anders wat een ander niet heeft. Dus uh, ja, dat vind ik wel erg leuk. Ja, ja. De stoffen hier, die zijn wel uh, naar jouw smaak? Jawel, jawel. Ik kan bijna altijd wel slagen bij Hermien. ja. En dat weet ze ook, denk ik. Ik denk het wel, ze ken me wel. Dus, uh... Want Hermine kom <laughs> ja. er eens even bij. Uh, als jij stoffen gaat inkopen, hoe gaat dat? Um, nou, ik ga heel vaak. Dat ik denk van dat is leuk voor die. Die vindt dat leuk. Ja, ik ga best wel klantgericht kopen. Dus je ja. naar de groothandel gaat, ga... dan zie je je klanten voor je. Klopt. Ja, <laughs> loont het ook om zelf te maken? Ik denk dat het soms ook wel echt duurder uitvalt. Vooral als je een dure stofje hebt misschien. Maar ik vind dat zelf niet zo'n probleem. Dan, ja, net wat ik zeg, je hebt dan iets speciaals, iets wat een ander gewoon niet meer loopt. Dus uh, als je zeg maar, hier kleren koopt, dan gaan er meerdere natuurlijk naar uh, zeg maar Terstal of, of naar uh, Lindhorst. Ja, dan lopen er dus meerdere mee. Maar dat heb ik dan niet. Dus dat vind ik wel leuk. Ja. En advies kan je ook goed krijgen hier? Jawel hoor, ik uh, krijg ook advies van I min. Mean, ook vooral met naaien uh, nou, doe ik ook al aardig lang. Dus ik ken het meestal wel. Maar met stof uh, heb ik af en toe nog wel een beetje moeite. En daar uh, adviseert ze me wel in. Ja. Ja. Komt u stof kopen, mevrouw? Nee, ja. mijn rits was een stuk. Dus die laat ik maken. Ja, dat kunt ja. u niet meer zelf? Nee, dat kan ik niet zelf. Ik kan niet met de naaimachine. Ik zie het ook niet meer. Heeft u wel vroeger. gedaan vroeger? Vroeger wel. Ja. Heel veel? Voor de kinderen en zo. Nee, niet heel veel. Maar toch voor de kinderen en zo ook. Ja, maar ik kan niet meer o, door die naald. Ik zie het heel niet dan? meer. Dus dit winkeltje komt uh, ja, het geweldig het goed, goed uit. Pas zo hoor. Ja. Ja. En mijn dochters en zo die gaan hier ook heen. Die zijn hier ook al wel geweest. Die laten ook ma dingen maken of? Nou, die doen het nog wel eens. als het nog een beetje moeilijk is, dan zeggen ze, no, we gaan hier heen. Geweldig, dus, uh, Want ze worden ook geholpen, hè? Geloof ik. Goed geholpen. Ja, heel goed. Ja. Ze heeft echt de tijd altijd voor iedereen. Ja. Nee, het bevalt heel goed. Dus, uh, wij komen met Zwolle, dus we gaan hier altijd speciaal heen. U maakt veel zelf? Uh, nou, ik probeer een beetje creatief te zijn, maar uh, niet, uh, niet heel veel zelf. Meer. We hebben twee jaar een boerderij verbouwd, dus uh, nu kom ik weer aan andere dingen toe. Ja. Dus. Wat is er zo leuk aan zo'n zelfmaakwinkeltje? Uh, nou, dat je niet allemaal zo'n eenheidsworst bent. Dat, dat vind ik leuk van deze winkels. En ook nog iemand die er dan plezier aan beleeft, dat, uh, dat doet je goed. Hermine, ik zie je hier bij de uh, naaimachine zitten. Ja? Je moet toch klanten helpen? Jazeker, dat doe ik ook wel. Maar dit is tijdvulling. Dus als, ik, als er niks te doen is, zet ik er iets in, maak ik spulletjes korter. Mensen ja. komen hier met die vragen? Ja, mensen komen hier met die vragen. Ja. Was dat nou in 30 jaar geleden ook? Veel minder. Hoe, komt, veel dat, veel minder. Hoe komt dat, denk je? Omdat mensen gaan werken. Kinderen op school leren het haast niet meer. Dus, en die kunnen dus ook niet. Dus jonge mensen zie je hier minder? Je ziet hier meer oude mensen? Jonge mensen zie ik hier minder. Of er zijn mensen die het echt heel leuk vinden en die komen gewoon. Die pakken het op en die, die gaan er gewoon mee bezig. Ja. Maar toch veel minder, ja. 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 Dus je, je denkt wel dat er minder genaaid wordt? Ja. En nu is het weer een trend van knutselen en dat soort dingen. Dus die, ze komen weer met, voor kleine stofjes en uh, bandjes en knopen. Dus het, het, ja, het verplaatst een beetje. Niet het, echt het naaiwerk, maar dan weer het... Net zo werk. Ja. ja. Wat is het leuke om hier zo in zo'n winkel te werken? Hoe hou je het zo 12,5 jaar vol? Of 30 jaar eigenlijk? <laughs> Moeilijke vraag. Um, ik, vind, ik vind het gewoon heel erg leuk. En uh, ja, het naaien, de, de, de kleding maken, het contact met de mensen, het, het helpen bedenken van, nou, wat, wat gaan we doen, wat maak je? Of, uh, ja, gewoon het helpen. Ja. De stoffen die uh, zo al verkocht worden, hebben die veel verandering uh, ondergaan in de loop der jaren? Ja, toch wel, ja. Nou, je hebt hele andere vezels, ja. geloof ik, hè? Ja, ja, en als je. Vroeger was het synthetisch, dat, dat zweten. Dat... Maar de. Polyestergaren zijn ook allemaal vernieuwd. Er is allemaal weer onderzoek naar gedaan. Dus, en, en, en nu heb je viskozen, wordt gewonnen uit uh, bomen en dat soort dingen. Dat is ook weer een natuurproduct. Dat had je vroeger haast niet. Garen en bandknoopjes, dat soort dingen? Ja. Wordt veel verkocht? Ja, wordt heel veel verkocht, ja. ja, ja. En, en dit, ja. goed garen is ook wel en belangrijk. Heb je ook dingen bijgekregen die er vroeger niet waren? Ik heb wat wol erbij gekregen. Ik had echt veel vraag naar sokkenwol. Om sokken te breien. Dus dat heb ik er ook bij gekregen. En dan wordt het een beetje uitgebreid naar wat apartere wol. Voor sjaals en dat soort. Maar niet te veel, want daar is mijn winkeltje te klein voor. Dat lukt helemaal niet. Maar dat komt natuurlijk ook dat die winkels van wol. en al die andere handwerkwinkels ook verdwijnen. Ja, zeker. Ja. Ja, want dan ja. zeggen ze van, waar kan ik nou wol kopen? En sokken breien, ja, dat blijft toch. Ja, me toch? ja, bl ja mensen blijven toch sokken breien. Kijk, en dan, dan moeten ze wachten tot maandag voor de markt. Nou, dus ja, ik denk, daar speel ik toch een beetje op in. Nou, daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Ja, over blijven gesproken, Hermine, ik hoop dat jij hier nog heel lang blijft. En ik denk niet dat ik de enige ben die dat vindt.